Ja, zoals velen waarschijnlijk van jullie weten, is vis ontzettend gezond, mede dankzij de visvetzuren die erin zitten. Maar hoe komt dat visje nou bij jou op je bord terecht? Of bijvoorbeeld in het restaurant? Ik kom vandaag alles over te weten bij dit bedrijf. Arie, bij jou moet ik zijn. Ja. Kan ik je de hand geven? Ja, tuurlijk, zeker. En vis wordt steeds populairder, hè? Ja, zeker, zeker. Vis, in verhouding met wat het vroeger was, kan men nu echt wel zien dat vis wordt allemaal steeds populairder en wordt in de restaurants ook meer gegeten. De verhoudingen tussen vlees en vis, die liggen niet ver uit elkaar. Dus ja, je ziet het is een groeiende opkomst. En jij bent van Fixfish. Wat voor vissoorten komen hier allemaal binnen? Wij krijgen alle mogelijke soorten zoutwatervissen krijgen we binnen. We importeren ze zelf ook uit alle plekken, de meest mogelijke plekken van de wereld af. De meeste producten die wij binnenkrijgen komen hoofdzakelijk wel uit de Noordzee. En daar andere bijproducten zoals red snapper en zwaardvis en tonijn, ja, die komen weer van landen over de hele wereld. En hoe lang duurt het nou bijvoorbeeld, stel dat er een tonijn in de Filipijnen of in de Malediven gevangen wordt, dat hij hier terecht komt? Nou, als voorbeeld de tonijn van de Filipijnen, dat duurt wel ongeveer 2,5 dag vanaf de aankomst dat het is verwerkt of als zijn dat heel hier binnenkomt. En dan is binnen 2 dagen is het wel hier op Schiphol aangeland. Ja, want hoe zit het dan met een visje uit de Noordzee? Hoe snel heb ik die op mijn bord? Uit de Noordzee, als je heel snel doet, dan kan het gebeuren dat je vanaf de Scheveningse afslag van een heel klein bootje, die vis is 's nachts om 1 uur of 2, 3 gevangen en dan kan het zijn, dan wordt hij om 7 uur verkocht, dat hij hier om 9 uur op tafel ligt, de fileertafel. Kunnen we hem eigenlijk niet fileren, want hij moet nog gelijk stijf worden. Maar ja, hij beweegt bijna nog, om zo te zeggen. Ja, want welke eisen moet je allemaal voldoen? Nou, je moet ook een EEG-erkenning hebben. Ja, dat zijn eigenlijk wel de eisen waaraan je voldoet. En wij hebben dan buiten dat voor de retail hebben we dan ook het IVS-certificering. En welke stappen bewandelen ze dan? Want wat gebeurt er? Ze komen hier binnen en dan? Het wordt eigenlijk aangeleverd. Dan wordt het bij binnenkomst wordt het gecontroleerd op versheid. Want man kan het zien aan de ogen en aan de kleuren van de kieuwen. Het wordt ook getemperatuurd. Dan wordt het opgeslagen hier in de koelcel. Weggeëist, opnieuw weggeëist in onze eigen kisten. Omgeëist, om het zo te zeggen. En dan wordt het hier verwerkt. Ja, en ik zag dat jullie boven een kookstudiootje hebben. Dat klopt, ja. Nu hou ik heel erg van vis, maar vooral om te eten. Mag ik wat vis met jou uit gaan zoeken, dat we daar even lekker kunnen koken? Ja, natuurlijk, zeker. Dank dat ik even een kijkje mocht nemen in je bedrijf. Prachtig. En dit ziet er ook heerlijk uit. Ik ben heel benieuwd. Verser dan dit kunnen we niet krijgen. Absoluut.